Dankjewel, Nathan. Ja, dames en heren, het is er genoegen voor mij om hier te zijn om allerlei redenen, maar dat wordt in de loop van mijn verhaal wel duidelijk. Ik benijd jullie voor jullie ijsjes, trouwens. Maar ik ga het straks weer compenseren, vermoed ik dat er voor ons ook een ijsje is straks in de pauze. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ik kwam Henk Garretsen tegen, vlak van tevoren. Henk, waar zit je ergens? Daar? Ja. Ik ken Henk al best lang. We wonen samen in Helmond. We hadden een talkshow een keertje met Rianne Letcher ook en Patricia Dankers. En we zitten samen in het NWO-SIA-bestuur, dus praktijkgericht onderzoek. Dus ik kom hem er net op de gang tegen. Ik zeg, goh Henk, leuk, wat doe jij hier? Fout. De hele groep die om Henk heen stond begon te lachen. En die lachte eigenlijk bij je uit. Ja, je stond erbij. Hè? Ik denk, nou, volgens mij maak ik een fout hier. Blijkt Henk dus dit opgericht te hebben 20 jaar geleden. Was ik alweer vergeten. We hebben het alleen maar over bestuurlijke dingen in dat NWO-bestuur. Eigenlijk nooit over wat ons echt drijft. Dat is namelijk ons dagelijks werk natuurlijk. Dus daarom ben ik blij om ook over mijn werk hier te kunnen praten. Over techniek en technologie in de zorg. Maar laat ik eerst de felicitaties aan jullie toewerpen. Ik begrijp nu dat het vorig jaar eigenlijk had moeten zijn. 20 jaar Transo. En ik kende eigenlijk Transo helemaal niet. Ik hoorde van mijn vrouw wel eens af en toe, ze zit in die NWO... af en toe in die beoordelingen voor academische werkplaats. En ze vertelde me wel af en toe een beetje hoe dat dan werkt en zo. Maar ik was eigenlijk helemaal niet bekend met wat jullie doen. Maar ik vind het eigenlijk geweldig om te zien hoe jullie hier samenwerken. En hoe die co-creatie hier echt geïmplementeerd is in al die jaren. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje jaloers op ook. Want bij de TU Eindhoven werken we natuurlijk heel veel samen met het bedrijfsleven. Maar het bedrijfsleven is nog net even wat anders dan de cliënt. He, of de klant erbij halen. En jullie hebben die cirkel volgens mij helemaal rond. Ik wil eigenlijk beginnen met dit plaatje. Wie herkent dit plaatje? Het is een recent plaatje. Je hoeft het niet te lezen, hè? Maar wie herkent het plaatje? Niemand? Ja, heel goed. Heel goed. Dit is het WRR-rapport van vorige week. Dat werd al even genoemd door Wim van der Donk. Hij was er heel enthousiast over. Er staan heel veel goede dingen in. Laat ik daarmee beginnen. Het gaat over de technologie of de zorg van de toekomst. En dat we ons echt grote zorgen moeten maken hier in Nederland. Want we hebben gewoon echt, het wordt veel te duur en we hebben veel te weinig mensen. En er staan een aantal hele goede aanbevelingen in, maar het begint eigenlijk met te zeggen: technologie maakt zorg te duur. Dus dat is verkeerd. Dat staat er eigenlijk een beetje in als je goed luistert en goed leest. En daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Ik snap best dat technologie soms gezondheidszorg duurder maakt. Maar ja, dat willen we ook met z'n allen. Dat we weer mensen kunnen helpen door nieuwe technologie. Waar het hier vooral om gaat, denk ik, vandaag en ook bij Transo, is hoe krijg je in de praktijk technologie zo benut dat je zowel het probleem van de arbeidskrachten kan oplossen op termijn, dat je de cliënten beter kan helpen en dat het betaalbaar blijft. Dus daar gaat eigenlijk de hele ontwikkeling en het denken over. Hè, dat je veel meer nadenkt vanuit de cliënt. Hoe kan technologie en digitalisering helpen om het beter te maken en betaalbaarder in de toekomst? Het motto vaak van mijn verhaal en ook vandaag is de exponentiële groei van technologie. En dat vatten we vaak samen in dit plaatje. Dat is de wet van Moore. Dat is geen natuurwet, dat is een beschrijving hoe techniek zich ontwikkelt. En techniek heeft in dit geval alles te maken met de ontwikkeling van computerchips, van rekenkracht. En dat staat hier in dit plaatje. Op de horizontale as staat verder onleesbaar, maar daar staat de jaren. En die staan daar lineair geplot. En verticaal staat de kostprijs per rekeneenheid. Dus hoeveel betaal je voor een computer met een bepaalde rekenkracht? En die schaal verticaal die is logaritmisch. Dus dat is elke keer een factor 10 beter. Dus eigenlijk is dit een semi-logaritmisch plaatje. En als deze lijn recht zou lopen, zou het al exponentieel zijn, zoals we dat dan noemen. Maar het is eigenlijk nog meer dan exponentieel, want hij loopt nog sterker omhoog dan lineair. Eigenlijk is het heel makkelijk om jullie uit te leggen wat exponentiële ontwikkeling betekent. Als ik even denk aan het R-getal. Iedereen kent dat nu, het R-getal van COVID. Hè? Als de R 1,1 is, dan betekent dat elke week dat 10% meer mensen zijn die dan weer 10% meer mensen aansteken. En dat is dus 1,1 keer 1,1 keer 1,1. Als het R-getal 2 is, dat is nog makkelijker, dan is elke week is er een verdubbeling. Want week 1 heb je een bepaald getal, en week 2 is het keer 2, keer 2, keer 2. Het is niet plus 2, het is keer 2. Ja? Dus het R-getal 2 is exponentieel verdubbelen. De wet van Moore die laat eigenlijk zien dat technologie exponentieel loopt. Het verdubbelt, de rekenkracht verdubbelt elke 18 maanden.
Dus elke anderhalf jaar verdubbelt de rekenkracht van techniek. Als je dat uitrekent, dan betekent dat dat je smartphone over 30 jaar, dat klinkt heel ver weg, maar dan, dat is gewoon als onze kinderen onze leeftijd hebben. Over 30 jaar is deze smartphone 1 miljoen keer slimmer. 1 miljoen keer slimmer. Ja? Een ander voorbeeld om aan te tonen dat wij eigenlijk allemaal lineair denken en niet exponentieel. Neem een voetbalstadion. Ja, je mag allemaal je eigen favoriete voetbalstadion in je hoofd nemen. Op seconde 1 valt er 1 regendruppeltje in. Op seconde 2, 2 regendruppeltjes. Op seconde 3, 4, 8, 16. Elke seconde verdubbelt het aantal regendruppeltjes wat in dat stadion valt. Hoe lang denk je dat het duurt voordat het hele stadion vol is met water? Roep maar eens wat. 45 seconden. Jij begint te lachen, hè? Ja, wat denk jij dan? Nou, veel minder dan je denkt, maar hoeveel minder weet ik niet. Nee. Twee minuten? Half uur? 47 seconden, dus het was bijna 45. Jij hebt eerder mijn verhaal gehoord, denk ik. Of je hebt het uitgerekend. Nou, dan heb je een goed gevoel. 47 seconden. 47 seconden maar. Op seconde 46 staat het voetbalstadion half vol met water. Min een halve druppel, als je het wiskundig uitrekent. En in seconde 47 komt daar zowat een verdubbeling dus bij. Bizar, hè? Dat is exponentiële groei. Techniek gaat exponentieel. En wat dat voor consequenties heeft voor ons allemaal, ja, daar kunnen we dus over brainstormen en over nadenken. Nou, het is al best lang geleden dat ik hier in de regio kwam. Ik ben begonnen bij Philips, 34 jaar geleden kwam ik in Brabant. En als jongetje van 10 ben ik naar het Evoluon geweest. Ik vond dat geweldig. En ik heb 10 jaar lang in het NatLab gewerkt. En we kunnen het niet lezen hier, dat geeft ook verder niet. Maar ik zal het even heel kort zeggen. Gilles Holst heeft het NatLab opgericht. Bijna 100 jaar geleden, en die had 10 geboden. Ik heb er een paar 2 rood gemaakt. Geef medewerkers veel vrijheid en aanvaard hun eigenaardigheden. Geweldig, hè? Bijna 100 jaar geleden opgeschreven. Bevorder de overplaatsing van bekwame oudere onderzoekers uit het laboratorium naar productontwikkeling en productie. Heel interessant. 80% van de onderzoekers bij het NatLab die moesten doorstromen. En waarom was dat? Om te zorgen dat die praktijk iets meekreeg van die wetenschap. En later hebben ze daar nog een regel aan toegevoegd. 1 keer in de zoveel tijd moet je iemand uit de praktijk van Philips weer terugzetten in het NatLab. Heel interessant. En dat is eigenlijk wat jullie bij Transo ook doen. Je probeert die wisselwerking op gang te krijgen. Maar dat kan alleen maar als je personele uitwisseling doet. Als je echt veel elkaar ziet, want anders dan werkt dat niet. Die 10 geboden, je kan ze ook wel googlen gewoon. Er staan pareltjes van aanraders in voor je eigen organisatie. Dus de wet van Moore gaat het eigenlijk om. En ja, waarom is dat natuurlijk in onze provincie zo belangrijk? Omdat wij gelukkig ASML hebben. En ASML is natuurlijk de machine die chips maakt. En ASML heeft 95% van de wereldmarkt. En het interessante is de marktwaarde in aandelen. De marktwaarde van ASML is nu nummer 1 in Nederland. En is nummer 2 in Europa. En Peter Wenning, de CEO, die verwacht dat eind volgend jaar ASML het grootste bedrijf is in Europa. Ze hebben 6.000 vacatures dit jaar. 500 vacatures per maand. Bizar, hè? Dus we zijn nummer 1 in de wereld met dit soort technologie. En dat heeft alles te maken met samenwerken. Want deze machine kan je alleen maar maken als je samenwerkt. Als je werktebouw en optica en natuurkunde, als je dat allemaal samen laat werken. Vanwege de wet van Moore verschuift de wereld naar digitalisering. En wat betekent dat dan? Dat betekent eigenlijk dat we de fysieke tastbare wereld uitrusten met sensoren en rekenkracht. Dat zie je in dit plaatje. Links staat de fysieke tastbare wereld. De stenen, de tastbare dingen, je lijf, een auto. Je rust dat uit met sensoren en je voegt daar rekenkracht aan toe. En dan kan je iets met dat lijf veranderen. Een pacemaker. Een automatische cruise control, een snelheidsregeling in je auto. De klimaatregeling in deze kamer. De fysieke wereld verandert niet zo snel. Maar die sensoren en die rekenkracht die gaan exponentieel. Over 30 jaar zijn die 1 miljoen keer krachtiger. Dat betekent dat automatisch de hele wereld naar rechts verschuift. Dus dat noemen we ook wel Internet of Things.
Airbnb heeft geen één hotel. Uber heeft geen één auto. Die hebben een service. Dus servitization, het nadenken over hoe kan ik mijn producten eigenlijk als service verkopen, dat is schaalbaar. Ja, en dat geldt ook in de zorg. Daar moeten we ook de vraag stellen, wat van COVID kunnen we nou vasthouden? Want heel veel van de dingen die we in COVID konden, met cliëntencontact tussen zorgprofessional en, dat zit aan de rechterkant. Dat waren online manieren. En je merkt heel snel dat we weer terugvallen in het gewone doen, terwijl we de goede dingen zouden moeten leren vasthouden. Nou, laat ik nou een leuk filmpje zien. Ik hoop dat het geluid dat goed gaat doen. Proberen het waar te maken. Van der Tandwiel. Van der Tandwiel gaat proberen Robodinho aan te spelen. Robodinho biedt zich aan. Zongye opletten. Zongye let helemaal niet op. Wat zeg ik? Robodinho aan de bal. En dan gaan ze proberen hier weer in de aanval. En dan is het, ja, heel goed. Nou, draaien. Open doel. Robodinho. Oh, Van der Tandwiel. Van der Tandwiel. Van der Tandwiel probeert 2-3 man verdediging langs. 1 man, 2 man kwijt. Nu nog eentje. Van der Tandwiel. Van der Tandwiel. Ja! 2-2! Met nog maar 5 seconden op de klok. 2-2! Was er iemand van jullie toevallig bij in 2013 bij de wereldkampioenschappen in Eindhoven? Niemand? Jij wel? Ja? Het was heel bijzonder. We zaten daar met 5000 mensen, opa's, oma's, kinderen, kleinkinderen, zaten we te kijken naar een stelletje robots die aan het voetballen waren. Dit was vlak voor het einde. We speelden de finale vanuit ons team van de TU Eindhoven tegen een Chinees team. En we stonden met eentje achter. En dan vlak voor het eind van die fluittoon die nog helemaal mechanisch door een mens wordt gedaan, scoorden wij de gelijkmaker. We gingen helemaal uit ons dak. Deze robots zijn helemaal autonoom. Dus die zijn gewoon geprogrammeerd dat ze hun spel moeten doen. Ze kennen de spelregels voor het zelf, zoek struit voor de rest. Ja, helemaal autonoom. Ze hebben een camera, denken en ze praten met elkaar onderling. Wij interfereren niet tijdens het spel. Dat doen ze helemaal zelf. En we waren dus ontzettend blij dat het 2-2 werd. Het is, normaal speel je een kwartier en dan heb je een kwartier pauze. Dan moet je even batterij wisselen en zo. Ja, en dan nog een kwartier en dan gelijk gemaakt. En toen hadden we dus een verlenging en helaas verloren we toen in dat jaar. Maar in 2014, dat was 2013, 2014 werden we de wereldkampioen. En in 2016 ook en in 2018 en in 2019. We zijn nog steeds regerend wereldkampioen met deze voetbalrobots. We zijn inmiddels ook regerend wereldkampioen met de at-home league. Dus de service robots voor de thuiszorg. Wat ik zelf het meest bijzonder vond van die wedstrijd, dat waren niet die robots, want ja, ik kende die robots al, maar dat waren die mensen. Daar zat ik ook tussen. En we zaten echt gewoon op het puntje van onze stoel, we zaten te gillen, schieten, schieten. En die robots luisterden niet naar ons, maar het gevoel, de emotie die wij hadden bij die robots, was gewoon niet te onderscheiden van de emotie die wij hebben bij mensen. Heel vreemd om dat mee te maken. Nou, we doen ook AI, dit is een voorbeeld. Ik zal nou in slow motion zien. Deze student, die maakte dit filmpje aan het eind van zijn afstuderen. Niet aan het begin, want toen werkte het nog niet. Hij gebruikte eigenlijk de robot om met gegevens de robot te trainen om beter te schieten. Dus hij deed gewoon heel veel proeven met die schietmechanismen. En dan leerde hij gewoon die robot om steeds beter, steeds beter, steeds beter. En aan het eind kon hij dus, die robot kon echt perfect schieten. En toen durfde hij daar te gaan zitten met die tennisbal op zijn hoofd. Nou, de techniek die we ontwikkelen in die voetbalrobots, die gebruiken we ook in de zorg. We zijn al bezig met een paar ziekenhuizen om na te denken of we het kunnen gebruiken voor de logistieke processen. Dus hier zie je een ziekenhuisbed wat wordt voortbewogen autonoom. Maar je kan ook aan witgoed denken, hè, dat je dus het transport van alle lakens en witgoed gewoon automatiseert met autonome karretjes. Nou, dit is een plaatje van de zorgrobot die we toenertijd hebben ontwikkeld. Dit is toen nog Prinses Maxima. En dat was ook op die wereldkampioenschappen. Ja, dit plaatje kennen jullie allemaal, denk ik, hè? Dus een Alzheimer patiënt met de parozeehond. En ik hoef het eigenlijk hier niet te vragen, maar ik doe het toch, hè? Wie vindt dit een mooi plaatje? Mag ik even handen zien? Ja. Wie heeft zorgen bij dit plaatje? Mag ik even handen zien? Wie vindt dit eigenlijk wel leuk, hè? Dus 5% heeft hier zorgen bij. Als ik een normaal... Nee, niet normaal. Sorry. Als ik een algemeen publiek heb... Als ik een algemeen publiek heb, dan
Eigenlijk 50% vindt het een mooi plaatje en 50% heeft zorgen. Als ik het een zorgpubliek heb, dan is vrijwel iedereen vindt het een mooi plaatje. En hoe komt dat? Jullie hebben de standaard neiging om in die cliënt te denken. En de meeste mensen die hier in deze wereld werken, weten dat die Alzheimer cliënt gewoon er baat bij heeft. Die is gewoon blij. Die wordt rustig. Die voelt zich fijn. Wat ik dan ook altijd vertel is, in Engeland is er onderzoek gedaan, daar blijkt 25% van de volwassenen die slaapt met een knuffel. En dan bedoel ik niet de partner. En ik bedoel ook geen sekspop. Ja? 25% van de volwassenen in Engeland slaapt met een knuffel. Volgens mij is dat in Nederland nog nooit onderzocht, maar het zou heel interessant zijn om bij de sociale wetenschappen dat eens een keertje te onderzoeken. Nee. Hier, ja. Ja, ik ga het niet hier vragen. Nee, dat wordt geen Mentimetervraag. Nee. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat we als mens ons kunnen koppelen emotioneel aan iets wat technisch is. Dat is eigenlijk de echte vraag. Waarom is deze Alzheimer-patiënt blij? Waarom voelen we iets bij een knuffel? En ik neem altijd mijn eigen knuffel mee. Hè? Niet dat ik daarmee 's nachts in bed lig, maar ik heb wel zo'n knuffel. Oh, de oplader die neem ik ook mee. Die heb ik nou niet nodig. Dit is Pleo. Dat is een dinosaurusje. Je kan het kopen voor een paar honderd dollar. Uit Zuid-Korea komt dat. En die zit helemaal vol met sensoren. En als je hem koopt, dan slaapt hij de hele dag. Het is een soort Tamagotchi, maar dan echt van hardware. En als je ermee blijft spelen, dan gaat hij steeds meer wakker worden. Zeg maar. Na 3 maanden of zo, dan is hij gewoon de hele tijd wakker. Ik weet niet of je hem kan horen. Lief, hè? Hij heeft allemaal sensoren hier onder zijn pootjes. En ook in zijn lijf. En als ik hem zo tegen me aanleg, dan voelt hij dat ik hem, ja, als een soort van baby tegen me aandoe. En dan gaan die poten knakken en dan gaat hij gewoon slapen tegen me aan. Dat is toch knap dat ze het kunnen maken, vind je niet? Lief, hè? Als je over de wet van Moore nadenkt en over dit soort technologie, ik ga hem even uitzetten hoor, anders kijken jullie alleen nog maar naar die. Nog even de batterij eruit. Ja. Als je over de technologie nadenkt, kan je natuurlijk nadenken, ja, wat betekent dat nou? Dat mijn smartphone 1 miljoen keer zo slim is over 30 jaar. Hij is, of zij is ook 1 miljoen keer zo slim over 30 jaar. Hè? Wat gaat dat betekenen? Kinderen zijn vaak heel direct en ook responsief in hun vragen. En ik geef soms ook wel college voor kinderen. En een paar jaar geleden kwam er een kind naar me toe die zei, kan een robot verliefd worden op mij? En toen zei ik, ja, jij kan wel verliefd worden op een robot. Maar een robot voelt zelf niks. Dus een robot kan wel net doen alsof, maar een robot kan natuurlijk niet voelen. Maar de vraag is nou eigenlijk, is dat eigenlijk wel zo? En blijft dat wel zo? En ik had de mogelijkheid om via Singularity UNL had ik de mogelijkheid om met de Dalai Lama te praten. Dat was in 2018. Hij was toen hier in Nederland om de Boeddha-tentoonstelling te openen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En ik kon een kwartier met hem praten. En dat was ontzettend leuk. We hadden ook een lunch. Hier zien jullie mijn vrouw, Inge Stijnboeg, bij sommigen bekend hier, die hier in de sector werken. En zij zat te praten tijdens de lunch met een lama-arts. Dus er zitten verschillende lama's, die reizen dan mee met de Dalai Lama. Dit was een van zijn persoonlijke artsen. Het was heel leuk, die artsenopleiding. Ze hebben 11 maanden per jaar reguliere artsenopleiding daar in Nepal. Of in Tibet. Maar 1 maand per jaar, 6 jaar lang, gaan ze 1 maand per jaar gaan ze de bergen in. En het enige wat ze moeten doen is daar kruiden ontdekken. Bijzonder, hè? Dat doen ze 6 jaar lang. Je ziet, wat ik zelf het meest imponerend vond, was de mensen buiten. Die Tibetanen stonden gewoon te huilen toen de Dalai Lama naar buiten kwam. Tot dan daar. Dat vond ik heel imponerend. Maar goed, ik kon dus met hem praten. En trouwens, als ik in de pauze rondga met die robot en met praatjes, dan als ik deze robot aan een vrouw geef, 100% van de vrouwen die pakt hem dan en die doet dit. Van de mannen, 90% doet ook dit. En 10% doet dit.
Ja, en de Dalai Lama is natuurlijk een man van de compassie. Dus ik gaf die Pleo. En inderdaad, de Dalai Lama begon te aaien. Maar op een gegeven moment begon hij te giechelen. En toen begon hij zijn staart te knakken. Heeft hij pijn, zegt hij. Nou, dat vond ik zo, ik was zo boos dat hij eigenlijk... Dan gaat hij weer aan. Maar ik had dat niet verwacht, dat de man van de compassie mijn robot ging zitten pesten. Maar goed, ik heb aan de Dalai Lama gevraagd, stel dat die wet van moord doorgaat. Hè, over 30 jaar zijn computers 1 miljoen keer zo slim. En nog eens 30 jaar later 1 miljoen keer 1 miljoen keer zo slim. Kan het dan ooit zo zijn dat zo'n speelgoed, wat we nu speelgoedje noemen, dat bewustzijn heeft? Nou, de Dalai Lama is iemand die heel veel nadenkt over bewustzijn. En hij zei tegen mij, er zijn 7 lagen van bewustzijn. En de meest fysieke laag is wat je kan horen en zien en ruiken en voelen. En dat kan je natuurlijk nabouwen met een computer. En de tweede laag is dromen, dat kan je ook nog nabouwen met een computer. Maar hij zei, de diepste laag van het bewustzijn is wat je het ik noemt. Het atma in het Sanskriet. De ziel zou je kunnen zeggen, of de geest sommigen. En dat is natuurlijk iets wat niet fysiek is, betoogde hij. Dus het diepste wat jou maakt, wat jouw typische eigen mens maakt, is iets wat niet fysiek is. Dat is geen scheikunde in je hoofd. En dus kan je het nooit namaken met een computer. Als je dat dieper over nadenkt, en doe dat gerust als je hier ook wegloopt en thuis weer met je partner eventueel erover praat. Als je dieper nadenkt, dat betekent dat als je dus denkt, als je denkt dat alles wat in je hoofd zit bepaalt wie jij bent. Dus als je niet denkt dat er nog iets is wat we nog niet snappen of iets spiritueels. Ja, dan komt er een tijd dat we dat kunnen nabouwen. En dus dat we systemen maken die ook levend zijn op een bepaalde manier. Het belangrijke van deze boodschap is niet zozeer om er nu iets mee te doen. Het belangrijkste is om erover na te denken. Om ons te realiseren hoe wij onze studenten moeten opvoeden. En onze kinderen op de scholen. Omdat ze in een tijd gaan leven waarin dat relevant zou kunnen zijn. Want 1 generatie is heel kort. Dat is als onze kinderen onze leeftijd hebben. Dan leven ze in een andere wereld. De kip sla ik over. Ik heb zelf ook aan medische robotica gewerkt. En dat doe ik omdat ik geloof dat wij daar een bijdrage kunnen leveren vanuit de high-tech-industrie. Maar het maakt het ook wel weer even duurder, de gezondheidszorg. Maar het lost ook wel weer een probleem op. We hebben een oogchirurgie-apparaat gebouwd. Een master slave systeem waar dus de mens, de chirurg, zit in de loop met de robot. Een vaatchirurgie-robot hebben we gemaakt, MicroShore. En de laatste lood aan de boom is een chirurgische botrobot. Dus die kan automatisch bot wegfrezen uit je hoofd. Bijvoorbeeld om een gehoorimplantaat te implanteren. Dat zijn nu 3 start-ups die alle 3 in een andere fase van hun ontwikkeling zitten. Nou, met het laatste stukje kom ik eigenlijk aan wat Dieke al eventjes zei over en wat Transo eigenlijk in de praktijk brengt, namelijk die 4e generatie universiteit. En het verhaaltje is een beetje dit. Ik was in San Francisco, in Californië in 2016. En een van de 2 oprichters van Singularity University, daar hadden we een gesprekje mee aan het einde van die week toen we daar waren. Dat was met Peter Diamandis. Dus Ray Kurzweil is de ene en de andere is Peter Diamandis. En ik vroeg aan hem wat hij dacht als oprichter van Singularity, wat hij dacht van de rol van de universiteit in de toekomst. En hij zei, die is er niet. Ik zeg, hé, die is er niet? Nee, zegt hij, want opleidingen, dat wordt allemaal online. En de echte innovaties komen allemaal van start-ups. Die komen niet van de universiteit. Nou, en daar was ik zo boos van. Daar was ik echt boos van. Ik werkte toen inmiddels al 15 jaar op de universiteit. En ik was de hele tijd bezig met kennis te ontwikkelen die door ASML kon worden gebruikt of door DAF. En ik was mensen aan het opleiden die daar gingen werken. En ik had start-ups. En ik was zo boos. En toen vloog ik terug in het vliegtuig. En toen dacht ik, ja, maar waar die wel gelijk in heeft, de wereld verandert exponentieel. En wij doen nog steeds lineair research. En dat klopt natuurlijk niet. We zijn wel een beetje sloom. Omdat onze processen lineair zijn. Dus de vraag is, in een exponentieel veranderende wereld met technologie, kan je dan nog steeds lineair onderzoek en onderwijs doen? Nou, aan de onderwijskant gebeurt nu heel veel. Dat heet dan ook challenge-based onderzoek, of onderwijs. Dus dat is eigenlijk het volgende stapje van problem-based onderwijs. Dat je echt met studenten aan de slag gaat. Dat je ze een echt probleem geeft. En dat ze zelf het hele creatieve proces moeten doorlopen om de kennis te vergaren. Studenten kunnen hartstikke goed zoeken, hè?
Maar als ze het echt zoeken voor een reden, dan onthouden ze het. Nou, dat heet challenge-based onderwijs en dat zijn we in Eindhoven helemaal aan het implementeren. Maar de vraag is, wat is nou challenge-based research? Want het standaard, ik ben bijna klaar hoor. Het standaard verhaal is dit, hè? We nemen een promovendus, weet je, en die doet onderzoek en dan na 4 jaar flikker je dat over de muur. En dan kost het weer een tijdje en dan uiteindelijk wordt het een product of wordt het in de praktijk geïmplementeerd. Toen dacht ik, dit moet veranderen. Dus toen heb ik dat idee opgeschreven van de vierde generatie universiteit. En het is heel leuk om te zien nu dat jullie dat dus al lang deden. Eigenlijk. Mijn inspiratie komt dus van dat lab, want het was heel natuurlijk om daar met meerdere groepen met elkaar samen te werken. De kenniswerkersregeling, hè, ik had toen 15 mensen van DAF, 1,5 jaar lang in mijn groep, 2009 en 2010. En samen met hun hebben wij toen de eerste hybride truck ontwikkeld. Dus de buitenwereld naar binnen halen, wat jullie ook doen. En de studententeams, een team maken, een gemeenschappelijk doel maken. Die studententeams zijn briljant, die doen veel, veel sneller innovatie dan wij als onderzoekers. En nou hebben we Lightyear met 180 mensen in dienst. Dus die mix, hè, en die kracht en die innovatieve gedachten van studententeams, ja, dat heb ik omschreven als de vierde generatie universiteit. En hier staat heel veel tekst, maar het komt erop neer. De eerste generatie universiteit is die van onderwijs, is heel oud, 2000 jaar oud. De tweede generatie was die van onderzoek, 150 jaar oud, typisch in Europa. Spraken ze op elke universiteit Latijn, dat was de typische taal van opleidingen en van onderzoek was dat dan later ook de nationale talen, dus Duits en Engels. De derde generatie universiteit is eigenlijk de universiteit die dacht, wij genereren start-ups, wij genereren kennis, wij genereren studenten. Dus van binnen naar buiten denken. Dat noemen we de derde generatie, dat is het Cambridge model. Hè, want Cambridge University was de eerste die met die hele start-up cultuur kwam. Maar ik vond dat we van buiten naar binnen moesten gaan denken. Wij moeten de buitenwereld naar binnen halen. En wij moeten niet een dependance in China stichten als universiteit. Daar hebben wij niks te zoeken. Wij moeten een enabler zijn voor het lokale ecosysteem. Dat is onze rol. En iemand zei me laatst heel treffend, en dat vond ik zo mooi. Als onderzoeker moet je met je hoofd in de wolken zijn. Want jouw peers, dat zijn de mensen die je op internationale congressen ontmoet. Dat zijn jouw collega's van het vakgebied, daar haal je je kennis vandaan. Dus met je hoofd in de cloud, als onderzoeker. Met je buik in je omgeving, gevoel, en met je poten in de modder, in de praktijk. Dat vond ik een ontzettend mooi beeld. De meeste onderzoekers zijn met hun hoofd bezig. En je zei het al heel mooi, Andrea is je naam geloof ik, hè? Waar zit je nou? David. Ja, jij zei het hier heel treffend, hè? Dat je eigenlijk nog steeds wordt gerankt op hoe goed je bent qua publicaties als je de wetenschappelijke ladder wil doorgaan. Ik ben heel blij met dat recente actie van Rianne Letcher, en die ook van Tilburg komt trouwens, en Frank Maaijens, om dus die hele waardering van de wetenschappelijk werk ook naar impact te draaien, wat jullie in feite ook laten zien. Dus jullie zijn eigenlijk een voorloper van de vierde generatie universiteit. Dus ik heb bedacht om dat te gaan doen in Eindhoven, en toen kwam ik terug, ik stapte uit mijn vliegtuig, ik had die blog geschreven, en toen stapte ik dat gebouw binnen, ik denk nee. Niet dat TU Eindhoven niet leuk is, het is keileuk. Maar ik dacht, dit gaat me 20 jaar kosten. 20 jaar. Het is leuk dat ik hier nou ben op het 20 jaar. Het kost zoveel tijd om zo'n universiteit te veranderen. Dus ik dacht, dan ga ik lekker niet in de universiteit doen. Dus ik ga daarnaast iets doen. Dus ik heb Jan Mengelers weten te overtuigen. En geld geregeld bij de Brainport Actieagenda geld. Dus we hebben 15 miljoen euro gekregen om in 6 jaar tijd dit neer te zetten. En dat heet Eindhoven Engine. Dat is een versneller van innovatie. En we doen precies wat jullie doen. Je haalt de buitenwereld naar binnen, je hebt projecten met partners. Wij doen het, de oprichters van ons zijn formeel de TU Eindhoven. Ja, ik ben echt bijna klaar. Ja, ja. Ja, dat geloof ik. Ja. TU Eindhoven, Fontys en TNO, dus 3 kennisinstellingen samen met partners. Ja, en weet je, waar gaat het om? Dat gaat om collectieve intelligentie, om co-create, design thinking, system thinking. De dingen die jullie ook doen. Wat wij wel expliciet proberen te doen, is niet alleen maar healthcare of niet alleen maar high-tech. Niet alleen maar gebouwde omgeving. Wij hebben nu 19 projecten die juist al die domeinen zijn. Want het is zo gaaf om die onderzoeker die AI toepast in de gebouwde omgeving, om die ook een keertje te laten praten met de onderzoeker van die zorginstelling die bij ons ook een project heeft. En kijken of je daar crosslinks kan maken. Dus wij noemen dat ook wel georganiseerde serendipiteit. Dus de koffiezetmomenten. Weet je, de onverwachte ontmoetingen. Dat organiseren wij eigenlijk. Ja, dat is hartstikke leuk. En als je niet van robots houdt, dan moet je even naar dit filmpje kijken.
Hey, dankjewel voor je aandacht. Dankjewel. Dank Maarten Stijnboeg. Ik wil je vragen om aan tafel plaats te nemen, op een stoel naar keuze. En dan vraag ik ook Diek van der Meen erbij en Brigitte Boon om aan tafel hier te komen. En natuurlijk krijgen zij ook een applaus. Dat snap ik. Dat hoort er live bij. Ja. We hebben ook aan tafel zitten Tim Kroesbergen en Anne Hendricks. Welkom ook. We gaan het rijtje straks even af. We beginnen nog heel even bij Maarten, want er is een vraag binnengekomen uit de Mentimeter met mijn toevoeging dat een kort antwoord wenselijk is. Okay. Welke attitudeverandering is er nodig bij academici om bij de vierde generatie universiteit uit te komen? En wat doet het met de waardering voor interdisciplinariteit? Ja, dus de waardering voor interdisciplinariteit moet omhoog. Okay. En wat er bij die onderzoeken moet gebeuren is, niet iedereen is ervoor geschikt. En dat geeft ook helemaal niet. Het mooie van de universiteit is dat de diversiteit groot is. Dus sommigen moet je lekker in hun denkspleet laten zitten. Dus hun kamertje. Dat is prima. Maar ik denk, wat je moet veranderen is naar buiten durven kijken. Dus luisteren is heel belangrijk. Oké. Goed. We nemen dat in ons op. Als we al niet luisteren, dan komen we er nooit. Dus we gaan nu naar jouw buurman, dat is Tim. Tim, jij bent ervaringsdeskundig communicatiemedewerker bij het dorp. Kun je kort uitleggen voor mensen die dat niet weten wat dat is, het dorp? Het dorp is een gemeenschap in Arnhem waar mensen met een beperking wonen, tijdelijk of langdurig. En Academie het dorp is het bedrijf waar ik werkzaam ben en die andere zorginstellingen in Nederland helpt met het implementeren van digitale techniek. Ja, en even als je het op jezelf betrekt, hoe helpt techniek jou? We zien hier al het een en ander staan, maar misschien kun je één voorbeeld noemen? Toen ik op het dorp woonde, wilde ik ook wel naar buiten en in de samenleving wonen. Door het gebruik van meer techniek om zelfmetingen te doen en inzage te hebben in mijn vitale tekenen van mijn lichaam, kon ik meer zelfvertrouwen opbouwen en daardoor meer de samenleving in. Okay. En uiteindelijk ook midden in die samenleving wonen. En dat is dus nu het geval? Dat is nu het geval. Oké. Mooi, dat is heel erg fijn om te horen. En is dat nu voor jou een soort iets waar je tevreden mee bent, of zou je nog exponentieel verder willen groeien? Ja, ik ben natuurlijk zelf nu in die samenleving wonend. Ja. Maar er is nog zoveel winst te halen voor andere cliënten en voor zorgmedewerkers om ook meer gesteund door techniek ook veel verder te komen. En daar wil ik zeker ook bijdragen, de kwaliteit van leven van anderen zoveel mogelijk te verhogen. Oké. Dankjewel. We gaan ook even naar jouw buurvrouw, dat is Anne. Anne, jij bent ervaringsdeskundige gastvrouw ook bij het dorp. Ik wil aan jou ook vragen hoe techniek jouw leven beïnvloedt. Nou, techniek beïnvloedt zeker mijn leven, omdat ik door middel van techniek heb ik een stuk meer vrijheid en ben ik een stuk minder afhankelijk van het zorgpersoneel. Ja, dus je bent minder afhankelijk van het zorgpersoneel? Ja. Vind je dat prettig? Wat je stiekem liever wat vaker contact gehad? Nee, want ik zeg altijd, als ik sociaal contact wil, dan ga ik wel met mijn vrienden. En mijn zorgpersoneel is het alleen om mij praktisch gezien en misschien ook weer hier en daar wat begeleiding te geven, maar niet voor mijn sociale contacten. Oké. En je hebt net naar het verhaal van Maarten geluisterd. Heb jij nog iets op je wensenlijst staan qua techniek waarvan je zegt dat zou heel mooi zijn als we dat kunnen realiseren? Ja, ik ten eerste zou ik gewinnen dat als techniek nu een stuk is, dan moet je vaak weken wachten voordat het weer gemaakt wordt. Dus ten eerste zou ik dat graag willen, dat iets sneller gaat. En ook, de mensen zeggen altijd tegen mij van, vind je het nou niet leuk om een hulphond te nemen, want dan kun je zo ook zelfstandig leven. En dan denk ik, ja, dat is heel leuk, maar ik ben ten eerste sorry voor de dierenvrienden onder ons. Niet zo'n dieren
vriend. En ten tweede moet ik er dan ook weer voor zorgen. Ja. Dus dan heb ik er nog iets bij. En dus om een lang verhaal kort te maken, ik zou graag een soort robot willen hebben die mij gewoon helpt met de dagelijkse dingen zoals drinken, pakken en naar de winkel gaan en dat soort dingen. Ja. Ik zie mezelf wel met een iets grotere versie van zo'n Pleo zitten, omdat ook in mijn drukke leven past absoluut niet het uitlaten van de hond. Nee. Maar ik zie wel hoe een robot mij zou kunnen helpen. Ja. Ja. Interessant. Ik wil even de overstap maken naar de onbekende nog aan tafel, Brigitte Boon. Jij bent bestuurder bij het dorp en daarnaast ben je bijzonder hoogleraar, en dat wil ik even correct zeggen, data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg. En dat is een hele mond vol. En het komt volgens mij op neer dat je probeert het persoonsgerichte en het digitale en het de technologie te combineren. En mijn vraag zou zijn, lukt dat? Nou, ik moet wel zeggen, als ik dan hier de verhalen hoor, dan heb ik eigenlijk wel een hele grote droom. Want ik word heel blij van wat er nu gebeurt. Want ik denk dat niemand beter kan vertellen wat er aan technologie nodig is dan de mensen zelf die het kunnen gebruiken. En dat geldt voor ons allemaal. En als ik dan Maarten zie weer met de voetbalrobotjes, dan denk ik, wat zou het gaaf zijn als we nou in de zorg een aantal van die, dat heet dan human support robots, hebben rondlopen, hè, die mensen kunnen helpen bij hun dagelijkse dingen die ze nodig hebben. En die dan gewoon daar ter plekke worden geprogrammeerd. We hebben dat ook al een keer gedaan. We hebben een keer een aantal studenten uit de club van Maarten meegenomen naar Arnhem, waar het dorp ook is. En samen met cliënten gekeken van, wat heb je dan nodig? En bij wat voor dingen heb je hulp nodig? En waar zou die robot bij kunnen helpen? Ja, dat is een manier van co-creatie die denk ik heel goed past bij Transo. Dus ik ben ook heel erg blij dat dat ik met die leerstoel mocht beginnen. Want over dit soort dingen gaat het. Dat bij elkaar brengen. Ja. Hey, mag ik jouw intake? Het kan dus, hè, technisch, die robots kunnen voetballen. Dus die kunnen we ook gewoon in huizen van alles laten doen. Ja. Waarom zijn we Waar daar zit het nog niet? Ja. Nou, ik geef wel eens het voorbeeld van, stel dat je gootsteen lekt in je keuken. En je moet je voorstellen dat je een robot belt. Dus dan gaat de deurbel, die gaat, je doet de deur open, er staat een robot met zijn gereedschapkistje. En zeg je, nou komt u maar binnen. En de robot die komt binnen met gereedschapkist. Ja, die is de keuken. Dus de robot loopt door. Dat gaat allemaal nog goed. Hè? Dat kunnen we programmeren. Die robot loopt door. Helemaal autonoom. Die kan dan kijken om zich heen met camera's. En dan zeg je, ja, hij lekt. De gootsteen. Oh, zegt de robot. En dan moet hij door zijn knieën zakken. En dan moet hij het deurtje open doen. Dan moet hij eigenlijk zo gaan kijken. En dan moet hij daar die pijpjes los gaan maken. Nou, dat is echt heel moeilijk voor een robot. Dat kan een mens veel beter. Ja. Dus we overschatten wel eens hoeveel die techniek al kan. Kijk, die robotvoetbaldingen, die kunnen dat goed. Want dat veld, dat heeft lijntjes. Ja. Ze weten precies wat ze moeten doen. Spelregels, er gebeurt niks raars. Er loopt dus geen... Ze moeten eigenlijk binnen de lijntjes kleuren. Ja, ze moeten binnen de lijntjes blijven. Ja, er loopt geen blote scheidsrechter over het veld. Er gebeurt helemaal niks raars. Nee. Maar als het dus anders is dan wat ze... Ja, dan is het heel moeilijk. Het komt wel, jouw exponentiële... Het komt wel, en ik vind Sarah Robotics uit regio Eindhoven een heel leuk voorbeeld, die een hele simpele robot heeft. Die kan nog niet zoveel, maar die kan wel met cliënten praten en ze advies geven en de medicijnen monitoren. En voor jou met name is er ook hier een bedrijf vlakbij in Hilvarenbeek die een robotarm maakt die je met je handen kan besturen en die ervoor zorgt dat je zelfstandig kan eten. Dus voor bepaalde taken is het nu al goed mogelijk. En die andere dingen komen wel, maar niet zo snel. Okay. Dus we moeten het laaghangend fruit pakken, zeg ik altijd. We moeten echt nadenken, samen met die cliënten, hoe kunnen we jou nou echt helpen? En dan kijken, wat kan de techniek nu? En dan moet je die match maken. En dat moet je samen doen. En dat kunnen jullie met Transo. Ja. En dan heb je het over ontwikkelen. Maar eigenlijk is er ook al best wel goede technologie op de markt die we al zouden kunnen inzetten. En daar blijkt dat het in de zorg, in de gehandicaptenzorg waar wij dan zitten, nog best lastig is om het echt goed in gebruik te krijgen. Ja. Dat vraagt om andere manieren van werken. En daar zijn heel veel voorbeelden van te geven. Kun je er eentje noemen? Zal ik er eentje noemen? Ja, eentje. Ik heb er een heleboel. Oeh, dat is moeilijk kiezen. Hier in de zaal zit ook een van de nieuwe science practitioners. Zij doet onderzoek naar de smart diaper. Dat is incontinentiemateriaal met een sensor erin. Gericht op mensen met ernstig meervoudige beperking. De slimme luier. De slimme luier, zoals we hem noemen.
Nou, dat is een heel handig ding, dat die sensor die laat zien wanneer die luier vol is en wanneer er eigenlijk verschoning nodig is. En dan krijg je een seintje. Dus dat betekent dat je niet meer onnodig hoeft te verschonen, dat je ook niet meer te laat bent, dat er geen lekkage is. Dat heeft een heel aantal voordelen. Maar als je dat ding goed wil invoeren in de zorg, en er zijn meerdere zorginstellingen die daar al pilots mee hebben gedaan, maar dan moet je ook echt dingen veranderen. De zorgprocessen moeten veranderen. Dus mijn pleidooi is ook altijd, het gaat allemaal over gedrag. Ja. De cliënten die moeten ander gedrag gaan vertonen als ze die technologie gaan gebruiken. De zorgmedewerkers moeten wat anders gaan doen. Maar ook, als de sensor het niet doet, dan moet er iemand komen om te zorgen dat ding het weer doet. Ja, en een beetje snel. Ja, precies. Dus dat betekent ook dat je binnen je zorgorganisatie moeten de processen anders worden ingeregeld. We hebben een ander voorbeeld, maar het gaat over een toegangsdeur voor mensen met allerlei verschillende beperkingen. En de een die heeft geen handfunctie en de ander, iedereen kan iets anders niet. Maar iedereen wil de toegang tot zijn eigen woning kunnen regelen. Nou, daar heb je allerlei slimme oplossingen voor. Die waren er ook nog niet. Er moesten bedrijven allemaal voor gaan samenwerken om die ene oplossing te krijgen die we nodig hadden. Maar vervolgens blijkt in de zorgorganisatie, normaal gesproken als de deur stuk is, dan bel je de afdeling facilitair en dan komt er iemand die deur repareren. En nu is er en een IT-afdeling bij betrokken en een afdeling facilitair. Dus ook die serviceprocessen binnen de zorginstelling moeten mee veranderen. Ja, dat is denk ik wel op te lossen, als ik het zo hoor. Alles is op te lossen, maar het gaat niet vanzelf. Ja. Nee. Maar daar heb je andere disciplines voor nodig, zeg jij. Daar heb je dus economische disciplines voor nodig, de zorgketens die je sneller en slimmer En echt opbouwt. Implementatieonderzoek. Je zult de toegevoegde waarde die die technologie kan hebben voor de cliënten, maar ook voor de zorgmedewerkers, en misschien zelfs ook wel om een stukje op te lossen van het tekort aan mensen wat we straks hebben. Die toegevoegde waarde ga je niet zien als je het niet onderzoekt in de praktijk. Dus je moet het implementeren en het onderzoek doen samen laten opgaan. Ja. En de bestuurders van die zorginstelling moeten dat ook begrijpen. En dat is ook nog wel eens een dingetje. Ja. Hoeveel bestuurders zijn er hier? Mag ik even handen zien? Toppie. Heel goed, blij dat jullie er zijn, maar het is een beetje weinig misschien. Ja. Maar nu ze er zijn, kunnen ze natuurlijk wel een voorsprong geven, denk ik. En ik zou het wel interessant vinden om te kijken naar de manier waarop je dan die scholing, want werd net gezegd door Maarten ook, van de universiteit heeft zo lang tijd gehad en we gaan allemaal online. Nou, ho, dat, wacht even, reset. Jij quote iemand die dat zei. Ik denk dat het anders moet, maar ik denk zelf dat de rol van de universiteit heel belangrijk blijft. Ja. Maar we moeten wel een beetje opbloeien en naar buiten gaan kijken. Ja. Zoals Transo dat al heel lang doet. Ja. Dankjewel voor de rectificatie. Hoe zorg je er dan voor, Brigitte, als je kijkt naar bijvoorbeeld die slimme luier, om maar even een concreet voorbeeld te nemen, dat zo'n medewerker dan ook iets leert over sensors, over dingen die je dan moet troubleshooten in goed Nederlands. Ja. Hoe zorg je daar dan voor? Wat zou jouw weg zijn? Nou ja, dat doe je dus eigenlijk als je in zo'n academische werkplaats bijvoorbeeld samenwerkt. Dan doe je ook implementatieonderzoek, zoals dat dan heet. En die woorden die moet je dan weer overboord gooien. Maar je gaat kijken, wat is er nodig in die processen om te veranderen? Dus de begeleider en de zorgmedewerker die cliënt daarmee helpen, die moeten meedenken, die moeten die processen, die nieuwe zorgprocessen mee vormgeven. Want die weten wat ze wel en niet redden in de tijd die ze hebben, wat wel en niet lukt. Dus ook daar is weer een kwestie van co-creatie. Ja. Samen die processen vormgeven en dan gaan kijken, hey, lukt dat om dat ook te doen? En dat ook weer flankeren met onderzoek. Dus eigenlijk continu in de praktijk. En wat ik vaak hoor als klacht van die zorginstellingen is dat er te weinig geld echt naar de zorginstellingen zelf gaat om ruimte te creëren in de werkdruk van de zorgprofessional die het moet gaan implementeren. Ja. Dus wij zijn bij de onderzoeksinstellingen als hartstikke blij dat we geld krijgen voor onderzoek, maar een deel van het geld moet eigenlijk echt naar die zorgprofessional in die organisatie. En dat is niet altijd in alle subsidieregelingen zo geregeld. En als er een mooie subsidieregeling is, dan hoor ik dat heel veel zorginstellingen dat zo complex vinden om dat aan te vragen, dat ze ook al afhaken. Okay, ja. Dus daar moeten we een paar dingetjes. Er zijn ook weer andere dingen voor nodig, kwaliteiten. Ik ben benieuwd of er ook sprake is van een soort omstanderseffect en dat mensen een beetje elkaar aankijken van, nou ja, doe jij maar wat pilots met die slimme luier, met bepaalde processen. Dan als het schaalbaar is en als het exponentieel kan groeien, dan nemen wij het wel over. Dan horen we het wel. Is dat zo? Ja, voor een deel wel. Wat je vooral ziet is dat er een tijd lang heel veel gepilot is bij zorgorganisaties en door cliënten. Cliënten nemen vaak zelf de ideeën mee. Hè? Die zeggen van, hey, dit zou ik goed kunnen gebruiken of dat zou ik goed kunnen gebruiken. En wat je dan ziet,
Dan blijft het bij een pilot, dan wordt er wat uitgeprobeerd. Maar dan op een gegeven moment, dan doet hij het niet meer, want hij heeft een update nodig en het is niet helemaal helder hoe je die moet krijgen. Dus om maar een voorbeeld te noemen, die technologie die belandt in de kast. Dat zie je gewoon heel vaak. En ik denk dat nu de tijd is gekomen dat we voorbij die pilot moeten en dat we dat dus serieus in die zorg moeten gaan inbedden. En daar is van alles voor nodig. Ja. Ja, dat is ja. Ja, een van de dingen die volgens mij nodig is, en daar zitten ook gelukkig mensen voor aan tafel, het cliëntperspectief. Dat is natuurlijk een cruciale. En ik wil aan jou vragen, Tim, heb je het idee dat dat bij technologie en innovatie genoeg wordt meegenomen? Het begint te komen. Het begint te komen? Ja. Waar merk je dat? Dat er veel meer gesproken wordt inderdaad met cliënten vanaf het begin af aan. Dat is ook zo'n belangrijke poot bij Academie het Dorp. Dat daar altijd ervaringsdeskundigen als Anne en ik zijn om vanaf moment nul met de bedrijven die ontwikkelen, samen met de academici aan tafel te zitten. Van dit zijn onze wensen en continu te testen of onze leefwereld en de techniek goed overeenkomen. Ja. En wat zouden die onderzoekers of die wetenschappers nou nog beter kunnen doen? Ik ben blij dat je zegt het begint te komen, maar... Ja. We zijn er nog niet. Wat moet nog beter? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk, ja, er zijn mensen die weten dat ze het cliëntperspectief moeten meenemen, maar ook nog een heleboel die dat niet genoeg weten. Dus vooral die boodschap, die moeten we delen. Ja. En wat je vaak ook ziet, hè, is dat, dat mensen er wel aan denken in de beginfase om cliënten te betrekken bij de eerste focusgroepen of hè, samen, maar dat het daarbij stopt. En dat je moet gaan proberen om in elke fase van de projecten dat te doen. Ja. Ja. Anne? Ik ben nu samen met een collega van mij team samenwerken gestart. En dat draait eigenlijk om samenwerken met mensen met ervaringskennis. En wat je daar ook heel veel ziet, is dat mensen het wel ook aan het begin zeggen ze, oh ja, leuk, dat gaan we doen. En dan halverwege het project zijn ze door het zij, door druk het zij, door nou ja, allerlei andere redenen, zijn ze het weer vergeten of kwijt. En wat wij ook heel vaak zien, mensen willen wel, maar hebben eigenlijk de handvaten niet van hoe moet het dan. Dus zijn eigenlijk een beetje handelingsonbekwaam. En dat is nu wat... Ja, leuk. Dat is nu waar wij heel erg mee bezig zijn. Om dat, zeg maar, naar voren te halen. En niet in de zin van... We zitten hier in het schoolbankje en dit doe je verkeerd. Maar gewoon meedenken van waar komt het dan vandaan? Of waarom ervaar je die tijdsdruk? Of waarom ervaar je dat het langer duurt om ons te betrekken? Of ja, dat soort dingen. Gewoon het gesprek erover aangaan. En soms kom je dan ook op hele moeilijke discussies, maar ze zijn wel goed om te bespreken en ze niet uit de weg te gaan. Oké. Dank je wel. Heel mooi. Dank je wel dat je dat wil delen, Anne. Ik ben benieuwd bij Brigitte, als je nou dit soort verhalen hoort. Je bent ook natuurlijk bijzonder ook leraar data. Kwalitatieve antwoorden, is dat makkelijk op een of andere manier te dataficeren en daar analyses op los te laten? Of is het echt maatwerk wat jou betreft? Nou ja, je kan natuurlijk steeds meer met tekstanalyses doen. Maar ik denk dat we, als we kijken naar de gehandicaptenzorg en de langdurig zorg breed, dat we daar nog helemaal niet zo gewend zijn om de data die we al hebben te gebruiken. Ja. Dus laat staan dat er ook nog data uit allerlei sensoren en zo kunnen komen. Maar laten we eerst eens kijken van wat komt er uit de zorg, oproep en alarmeringssystemen. Wat leren we daarvan over op welke momenten de zorg en op welke momenten er een alarm was. Dat koppelen met wat er in het elektronisch cliëntendossier staat. En daarnaast zeg maar alle nieuwe technologie die gaat komen, die levert ook allemaal data op. En dat kan je allemaal gebruiken om je zorg eigenlijk te verbeteren, te optimaliseren. En uiteindelijk om het voor de cliënt beter te maken.
ik denk dat we daar nog een heel eind vanaf zijn, voordat we zover zijn. En daarbovenop komt dan nog dat je daar lerende systemen van kan maken, hè, de AI, waardoor het systeem ook echt kan gaan helpen om de dingen beter te maken. Een voorbeeld daarvan is in de nachtzorg. Er zijn een heel aantal cliënten in de gehandicaptenzorg die 's nachts bewaking nodig hebben, omdat ze gezondheidsproblemen kunnen krijgen 's nachts of gedrag kunnen vertonen dat niet fijn is voor henzelf of voor de omgeving. Dat gaat vaak nog met een manier van uitluisteren, dus met microfoontjes, waarbij mensen continu worden uitgeluisterd. Daar zit een zorgregiecentrale die al die geluidjes moet opvangen en op basis daarvan moet beslissen van, hey, hier is misschien iets aan de hand, of daar is misschien iets aan de hand. Inmiddels is er natuurlijk al langer technologie op de markt waar je dat heel reactief mee kunt, kunt regelen. En je kunt ervoor zorgen dat bij de ene cliënt pas een alarmpje afgaat als die de kamer uitgaat, bij wijze van spreken, en bij de andere al als hij zich omdraait in bed. Gebeurt ook al hier en daar, maar dat zijn nog allemaal pilots. En als je dat goed wil gaan doen en die data gaat gebruiken om van te leren, dan kan je dat echt persoonsgericht maken. Dan kan je echt zorgen dat het bewakingssysteem per persoon zo goed wordt afgesteld, dat het en niet leidt tot onnodige verstoringen van de nacht bijvoorbeeld, maar ook niet tot risicovolle situaties, want je wil dat het veilig is. Dus er zit heel vaak een ethische discussie ook omheen. Maar juist die data daarvoor gebruiken en daar naartoe werken, dat is waar ik ook met mijn leerstoel aan hoop bij te dragen. Ja, oké. Ik wil de slotvraag eigenlijk in ieder geval richting Maarten stellen en kijken of er dan nog tijd is in de extra tijd, of dat andere mensen ook kunnen reageren. Er is ook nu een beweging dat gaat richting zero data, dat veel organisaties willen minder data verzamelen. Cliënten zijn soms huiverig om data prijs te geven. Hoe win je het vertrouwen als wetenschapper, onderzoeker of als innovator om mee te doen aan projecten waarvan de uitkomst niet vaststaat en misschien wel tegen het belang ingaat van een cliënt? Ja, dat laatste vind ik moeilijk, tegen het belang in, want dat is natuurlijk niemand zijn insteek. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is om transparant te zijn, om helder en duidelijk te zijn over waar de data voor gebruikt wordt. En dat het ook altijd veilig is en secure. Ik denk dat dat vertrouwen, dat moet je moet dat gewoon hard regelen, dat het afgedekt is. Onzekerheid over het gebruik van die data, dat geregeld is. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En voor de rest, het woord vertrouwen is al eerder op de sluit gekomen, ook van Dieke. Ja, dat blijft het allerbelangrijkste, dat je met elkaar in gesprek blijft erover. Als ik in mijn auto rijd en ik zet de autopilot aan, dan zit er een vraag, wil jij jouw data sharen? Nou, en het is goed dat ik gevraagd word en ik kan kiezen ja of nee. En ik kies ja, want ik zit er niet mee als iemand meekijkt waar ik rijd, daar zit ik niet mee. Als daardoor de auto ooit veiliger wordt, prima. Maar je moet het wel vragen, je moet daar transparant in zijn. Ja. Oké, ik ga die slotvraag toch ook even kort voorleggen aan Tim en Anne. Tim, is dat voor jou iets, ben je ook sceptisch ten opzichte van techniek of ben je vooral enthousiast en sta je te springen om meer techniek? Ik zie om me heen heel veel mensen die sceptisch zijn, wat er ook voor zorgt dat er veel muurtjes in de zorgwereld zijn die beletten om data gemakkelijk te delen. Terwijl ik juist denk, als op een transparante, veilige manier data gedeeld wordt, dan kan dat zorgen voor ook weer een veel hogere kwaliteit van leven en betere zorg. Ja. Oké. Anne, hoe is het voor jou? Ja, ik ben het eigenlijk volledig met Tim eens. Ik denk alleen maar als je transparant bent en eerlijk over wat je deelt, dan zou ik niet weten waarom het niet mogelijk is, want je brengt elkaar daarin alleen maar verder. Dus ja. En het houdt de ontwikkeling dan ook niet tegen, want nu wordt daardoor vaak de ontwikkeling tegengehouden. Ja. Oké, dus ontwikkeling tegenhouden, elkaar blijven informeren, het cliëntperspectief mee blijven nemen, dat is iets wat we meenemen uit dit gesprek. Luisteren nemen we ook mee uit en het woord cliënt handelingsonbekwaam, die neem ik mee. Briljant. Ja. Dank allen voor jullie bijdrage, dank Brigitte, dank ook Maarten, Tim, Anne en ook Dieke voor jullie bijdrage aan deze tafel.